Ja, dit is gewoon een schorpioen. Ik zweer het je. Holy shit. Pak dat ding. Hij zat op je hand. Waar zit hij? Oh. Hij zat op je hand. Oh, trap hem dood, ze eten. Trap hem dood, ze eten. Ja? Mijn naam is Govert Zweep, 23 jaar oud. En in deze serie ga ik als modern mens terug naar mijn oerinstinct. Ik drop mezelf samen met bushcraft-expert Tom een week lang in de droge Arabische woestijn, ergens in het Midden-Oosten. Zonder eten, drinken en een slaapplek en met temperaturen die oplopen tot de 50 graden lopen we kilometers door de duinen. We worden bejegend door insecten en moeten na een aantal dagen zonder vocht ons eigen zweet drinken. En uiteindelijk, om te voorkomen dat het echt misging, zelfs onze eigen urine. Dat ik dit heb gedaan ooit in mijn leven. Welkom bij Overleven in het Wild, de woestijneditie. In de vorige en eerste aflevering zag je hoe Tom en ik naar de Verenigde Arabische Emiraten vlogen, om vervolgens richting de grens van Saoedi-Arabië te rijden en daar de woestijn in te duiken. Onze missie: een week lang overleven zoals de oermens het vroeger deed. Zonder eten, zonder drinken en zonder onderdak. We houden de richting van het zuiden aan, want daar, even verderop, zou een oase moeten liggen. Na uren lopen vinden we dan eindelijk een boom waar we onder kunnen schuilen tegen de hete zon. Het lijkt erop dat we hier ook moeten gaan overnachten. Govert is zijn klamboek aan het pakken. Ik had die van mij opgespannen omdat er net de hele tijd zaten er allemaal van die rotbeesten de hele tijd achter mij aan. Ja, we hebben gewoon wespen hier in de woestijn. Ja, ze zijn wit met zwart. Wit met zwarte wespen. Ze zien er in ieder geval heel giftig uit. Ja, ze hebben ook een steken op hun voorhoofd volgens het gevoel. Ja, trouwens, we moeten eigenlijk nog even vieren dat we gewoon de eerste zon overleefd hebben. Ja, inderdaad. Ik zou zeggen pak een biertje bij, maar met deze droogte gaan we geen alcohol drinken. Ja, dan ben je echt klaar. Ja, dan ben je echt een maniak. Zo, deze. Dit wordt het gewoon, hier gaan we tukken vannacht. Voor vannacht zal dit onze slaapplek worden. We slapen allebei op een dekentje en boven ons hebben we een klamboe gespannen tegen de insecten. Zo. Ik ben heel benieuwd hoeveel sterren we gaan zien vannacht. Het is waarschijnlijk rond 5 uur, 6 uur 's ochtends pas een keer op z'n koudst. Dan is het lekkerst om te slapen. Om te slapen, maar eigenlijk ook om wat te doen. Maar ook weer niet, want dan kruipen de schorpioenen uit hun schuilkelders. Ja, en daar heb ik wat minder mee. Normaal gesproken, als ik in een bos slaap, zijn er ook spinnen die 's nachts over je heen kunnen kruipen. Maar dat is toch wel wat anders dan de slangen en de schorpioenen die hier rondkrioelen. Zo, dit wordt hem dan. De allereerste slaapplek voor overleven in het wild. Woestijneditie. Bizar. Nou, ik moet wel zeggen, vorige keer Zweden toen we dit deden. Na 2 dagen, toen wende alles een beetje. Ja, dan wendt het dat je gewoon niks eet. Maar met niet drinken, dat wordt denk ik vooral echt de uitdaging. Dus we moeten echt gewoon morgen veel tijd gaan besteden aan drinken fixen. Want we hebben het gewoon nodig, anders gaan we gewoon serieus dood. Nou, zover willen we het niet laten komen. We hebben beide 2 bidons bij, waarvan er al 1,5 per persoon op zijn. Met 700 milliliter, oftewel ongeveer 3 glaasjes water, moeten we het de hele avond en de hele dag hierna nog vol gaan houden. Het is naar verwachting nog ongeveer zo'n 20 kilometer wandelen richting de oase. Maar voordat we dat gaan doen, eerst nog maar even deze nacht overleven. We zaten even te chillen, gewoon even uit te rusten. Ik ga niet meer op de grond zitten hoor. Ik blijf staan tot ik in de slaapzak ga. We hoorden dus echt in één keer krrr, krrr. Toch zoiets, een rateltje of zo. Ja. Dus ik dacht gelijk of een ratelslang, of een krekel inderdaad. Ik hoop een krekel. Of een schorpioen, maak die geluid zo. Het was een soort tik-tik-tik. Ja. Kwam voor mijn gevoel een beetje daar zo vandaan. Ik hoop dat we misschien zo dat geluid nog een keer kunnen horen. Zo, die sterren ook, hè.
want die ziet het gewoon ook. Camera. Kijk, zelf zie je het al. Dit is helder hier. Oh, dit wordt vannacht wel mooi hoor. Het was prachtig. Het was een heldere nacht en we zagen ontzettend veel sterren. We maakten ons klaar om te gaan slapen. En toen kreeg Tom de schrik van zijn leven. Wat? Wat? In mijn tas. Ik schrok me helemaal kapot. Ik ga echt niet meer in die tas zitten. Ik wilde mijn deken pakken om te gaan slapen. Zo. Zouden we hem nog kunnen zien, maar sprong die eruit of niet? Nee. Ik kroop weer verder naar beneden. Echt? Ja. Oh, dan kunnen we hem even los krijgen. In de hete Arabische woestijn is het maar leefbaar voor een beperkt aantal dieren. Zo worden er af en toe een aantal zoogdieren gezien. Waaronder de Arabische oryx, de berggazelle, de targeit en de Arabische luipaard. Ze bevinden zich meer in de gebieden rondom de bergen, in het noordoosten van de Verenigde Arabische Emiraten. In de uitgestrektere duinwoestijnen waar wij ons bevinden, hebben we een grotere kans om de reptielen tegen te komen. De agamen, de skinken, giftige schorpioenen, maar ook verschillende slangen, zoals de Wadi Racer en de Arabische zaagschubadder. Deze adder kan tot zo'n 80 centimeter lang worden. Deze bruine slang heeft lichte en ronde vlekken op de rug. Ze zijn voornamelijk in de nacht actief, op zoek naar eten, zoals muizen, hagedissen en ook andere kleinere slangen. Als deze slang gestoord of bedreigd wordt, dan begint hij zijn schubben tegen elkaar te wrijven, waardoor er een knarsend geluid ontstaat dat te vergelijken is met een ratelslang. En als je niet snel genoeg antigif krijgt toegediend, kan het gif heel snel al dodelijk zijn. Ja. Waar? Ja, hier zo binnenin, laat maar zeggen. Daar zit mijn camera-spullen. Onder mijn camera-spullen ligt mijn deken. Die wilde ik pakken. Ik weet dat daar niks uit is, want dat zijn allemaal camera-spullen. Hij zat daar. Op die plank. Hij zat op je hand! Ah, waar zit hij? Oh. Hij zat op je hand! Oh, trap hem dood, ze eten! Trap hem dood, ze eten! Ja? Ja, trap maar! Hij zit in jou. Kut! Wat? Hij zat op je hand! Hij zit hier! Ja! Ah! Hoe kan het dat niet? Hij houdt dit gewoon vast. Oké, wacht hier. Ik heb hem duidelijk op. Ja, dit kunnen we gaan opeten. Dit is eten, gek. Huh? Hoe dan? Wat? Hij heeft geen staart meer. Ah. Ja, hij is dood. Ja, dit is hem. Trap hem nog een keer, hij leeft nog een beetje. Trap nog maar. Dit is gewoon eten. Oh, joh. Hij heeft gewoon op jouw hand gezeten. Oh, joh. Maar kijk eens thuis, dit ziet er waarschijnlijk enorm stom uit. Ja. Dat wij hier als twee volwassen mannen ons levend schrikken van een stomme salamander. Maar je wil niet weten, met de angst voor slangen en schorpioenen. We hebben wel gaan eten, gek. Ja, we hebben wel in ieder geval wat proteïne. Dat is fijn. Dat is wel lekker hoor. Ik zeg, laten we die lekker voor morgenochtend bewaren. Ja. Dan gaan we dan gewoon lekker hebben en lekker vers water kunnen we dan gaan regelen. En dan kunnen we lekker een vuurtje maken. Kunnen we lekker die salamander gaan opbakken. Ja, of vannacht, stel we hebben vannacht heel veel honger. Dan gaan we deze, en het is koud, dan gaan we hier gewoon voor. Zoals Johan Cruijff het zei, elk nadeel heeft zijn voordeel. Ik leef waarschijnlijk weer een maandje minder door de acute stress die we beleefden. Maar goed, vanavond of morgenochtend hebben we heerlijk eten. Advies aan de kijkers thuis. Wij hebben nu gekozen om onze tas hier aan de boom te hangen. Tom is ook bezig met zijn tas. Dus mochten jullie ooit slapen op een plek waar dieren zijn die je niet in je tas wil hebben, ben niet zo dom als wij. Ik vind het gek, want altijd als we in de Ardennen zijn, hangen wij onze tas op. Ja, dus we weten het, we wisten het gewoon. Maar we vergaten het waarschijnlijk door gewoon de spanning. En je ziet gelijk dat het misgaat. Ja, inderdaad. Ik hoop niet dat er nog iets in zit.
Ja, we gaan lekker slapen. Ja, ga lekker liggen, jongen. Tom is in zijn klamboe aan het kruipen. Het tarpje wat we vanmiddag hadden hangen hier voor de schaduw. Dat wordt nu het onderzeil van Tom. Het voelt wel een stuk veiliger dan erbuiten. Moet je kijken. De hele dag meegesleept. Nogmaals. Oké. Mensen. Ik ga mezelf in mijn deken wikkelen. Die ga ik goed dicht doen. En ik hou dit ook aan, want ik weet zeker dat ik het vannacht koud ga krijgen. Ik heb het nu nog wel warm. Oké. Ook morgen als we die aandoen. Goed inkijken. Goed inkijken. Ja, ik heb ze ook hier binnen gezet, onder mijn ding. Ja. Je moet ze ook even bij jezelf zetten. Het is wel bloedheet. Ja. Maar ik ga niks uitdoen, want dan elk stukje wat ik van mijn huid weghaal, is een potentiële hap voor een eng insect. Zo, ik voel nu ook in één keer pijn in mijn onderrug. Natuurlijk gewoon de hele dag hebben we door de woestijn gewandeld. En nu lig ik. En ik weet dat dit gewoon mijn plek is voor vannacht. Ik hoef niet meer te bewegen. Dat is wel echt lekker. Ik voel echt al mijn spieren gewoon pijn doen. Maar die gaan zo meteen wel lekker ontspannen als ze weten dat dit de plek is. Ja. Hoi, hoi, hoi. Wat een dag alweer. Ongelooflijk. Maar ik ben blij dat we het overleefd hebben. Ik snik wel echt van de dorst, moet ik zeggen. Honger gaat nog wel. Ik heb trek. Ik zou het liefst nu gewoon een lekkere pasta kip pesto gaan maken. Oh, lekker koken samen met mijn vriendin. Hapje maken. Maar dat is op zich nog wel te doen. Alleen die dorst is gewoon zo lastig. En het is vooral mentaal moeilijk. Omdat je weet dat je een bidon in je tas hebt. Maar die moeten we gewoon houden vanmorgen. Wat voor dieren denk jij dat er in de woestijn leven? Laat het achter in de comments. Lig je lekker, Tom? Ja, het is nog erg warm. Je hoort niks, behalve af en toe enge geluiden. Dat is echt niet zo relaxed. Oei, 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 oei. Tom. Tom. Ja. Holy fuck. Ik ga staan. Ik hoor iets, ik zweer het je en ik kroop iets aan mijn fucking voet. Oh mijn god, oh, mijn licht doet het ook niet meer. Ah, heb je een lamp? Oh hier. Tom. Sta op. Ik zweer het je, dit was iets. Ik zweer het je. Ik lag echt net. Ik ga hier niet meer liggen. Ik ga hier niet meer liggen. Wat dan? Ja, ik weet niet wat het was, maar ik voelde het gewoon. Gewoon tegen mijn voet. Ik ga er dan ook echt. Ik sliep echt net, laat maar zeggen. Ja, ik heb ook even kort geslapen. Daarna weer wakker geworden. Ja, dan ga ik wel even. Maar ik zweer het je, ik voelde wat aan mijn voet. Ik weet niet of het weer een salamander is, of dat het een schorpioen is of een fucking slang. Ga je slaapzak dan? Ja. Oh. Kijk of er wat zit. Ik zie hier niet echt wat. Wow, ik ben echt heel spacewakker nou, man. Ja, dit is. Kijk om je heen ook. Wow, dit is echt heel. Kijk hoe donker het is. Ik film nou met mijn licht aan. Je ziet gewoon niks. Yo, zie je zo. Zo, je ogen zijn helemaal groot. Ja. Maar er zit hier wat in. Typ hem even op. Ik durf hier niet meer te lopen, ook chill. Hou even mee. Schijn even op mij, dan kiep ik er wel even om. Als jij hebt een slaapzak. Zo.
Ja, ik weet niet of ik dit echt relaxed vind, Tom. Nou, dit is al de tweede keer. Ik ga denk gewoon in de boom zitten vannacht. Ik ga denk gewoon lekker naar boven klimmen. Dan vind ik daar wel een houding. Want dit, ik ga dit echt niet doen. Ja. Nee, dit ga ik gewoon niet meer doen. Stel, als het serieuze slang is, dan is het ook gewoon dom, hè? Ja. Stel dat we hier gewoon worden geprikt. Er is geen ziekenhuis in de buurt. Het is 4 uur rijden bij de eerste de beste levend iets. Serieuze stad. Er zit wel iets in de buurt, maar dat is natuurlijk nooit een ziekenhuis. Nee. Ja, dit... ik zei al, het is jammer dat... Kijk, je kan hier iemand makkelijk met een hangmat hangen. Maar ja, de tweede... Die is dan de Sjaak. Ja, en ook hier ga je, leg je tegen de boom aan, hè? Ja. Die ga je, dit is niet echt hangmat... Oeh, dat is een rode vliegende mier. Laten we even spullen pakken en weg hier. Even niet filmen zonder grappen. Oké, maar waar gaan we heen? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? We gaan gewoon bomen zoeken waar we met z'n tweeën kunnen slapen in een hangmat. Hangmat, oké. Ja, we moeten in een hangmat slapen. Hier kan dat gewoon niet allebei. Jammer dan als we een uur moeten lopen. Het is nu gewoon... Ja, ik ga hier echt randje van. Dit vind ik echt niet ziek. Dit is echt niet ziek. Dit is niet ziek. Ja, maar we staan hier ook een beetje op een matje midden in de woestijn. Ik heb ook een droge buk. Ah, ik weet ook niet of het een slim idee is om nu de spullen allemaal te pakken en gewoon blindelings in het pikdonker door de zand, door de woestijn heen te gaan struinen. Ja, we moeten wel met licht lopen. Hè? Want kijk vanmiddag, hè, hoe ver die bomen allemaal uit elkaar stonden. Ja. We kunnen ook helemaal niet ver weg kijken. Dus wie weet lopen we gewoon rechtdoor en missen we een boom aan de rechterzijde. En lopen en vinden we helemaal niks. Ja, we hebben allebei groot licht, hè? En als we een boom vinden, wie zegt dat we daar dan een hangmat kunnen ophangen? Ik denk oprecht dat we beter hier gewoon in de boom kunnen gaan kruipen en wachten tot het licht is. En gewoon daarin zitten. Ja, maar dat is toch een stom idee? Hoezo? Het voelt echt alsof ik uit een week vierdaagsfeest of carnaval kom en gewoon 10 katers op een rij gemengd heb. Koppijn, droge bek... We pakten onze spullen, stopten ze in onze tas en gingen er vandoor. We gingen verder met onze tocht richting de oase. En onderweg houden we goed onze ogen open voor bomen. We lopen hier stil. Pas op. Ja. Je hebt helemaal niks door omdat het zo donker is. Echt even uitkijken. We lopen nu gewoon... We lopen gewoon een berg op. Kijk eens. Oh ja. Dit is een gigantische heuvel. We moeten verder deze kant op. Ja. Hey. Voor je. Huh? Daar. Ja? Je ziet een boom. Schijn is goed. Waar? Zie je het niet? Ja, als jij hem ziet, dan lopen we die kant op. Maar... Ik zie een boom. Waar? Daar voor je. Is een struik. Nee, daarachter. Met die twee stammen. Kijk, mijn camera pakt het niet eens. Oh ja. Nice. We hebben hem gewoon. We hebben een boom gevonden hier zo. Je ziet het amper. Maar goed, enkele boom. En het erg zuur is, hier ligt een dooie. Nee hoor, dat perfect geweest, want hier is die stronk. Kijk eens, dan hadden we gewoon mooi zo een touwtje kunnen hangen. Schijn eens op die andere. Kijk eens hier, dit is een perfecte afstand. Kijk deze. Kunnen we hem niet aan die stronken vastmaken? Kijk, als we hier een touw omheen wikkelen. En dan bijvoorbeeld onder een... aan die stronk heen of zo. Ja, misschien voor één iemand zou dat lukken. Nee, dan moet je hem echt strak opspannen. Maar voor twee gaat dat hem echt niet worden. Zie je dit kuiltje hier? Ja. Is ook iemand ingegaan. Iets ingegaan. Dat is meer echt iets voor schorpioenen, hè? Die salamander ging weg in de grond en je zag niks meer, hè? Ook dit, hè? Kijk hier. Hé, hey, het is een mini schorpioen. Waar? Hier! Een mini schorpioen. Ja! Wat? Wojo! Zie je? Ja, ik durf niet te dicht in de buurt. Kijk, holy moly, we hebben een... mini schorpioen hier zo in het zand. Je ziet gewoon echt zijn. Hij beweegt zijn linker ding, hè? Hij ging knipperen. Oh, wow, yo. Ik ga wel even bijschenen. Kijk eens. Dit is er een. Een schorpioen, maar een hele kleine. Dit is de reden waarom we dus niet op de grond willen slapen.
Maar dit zo'n beest geeft niet een sporen af, hè? Ja, wat ligt hier dan? Oh. Ah, pas maar op, straks heb je ineens die schorpioen in je vinger. Boah. Ja, dit is echt spannend. Ik ga trouwens niet eens op mezelf schijnen, ik ga gewoon op dit ding schijnen. Hier, zie je dat? Zag je die staart gaan? Pas op. Oh, zie je? Kijk, nou is die aan. Nou is die aan. Hij weet niet wat hij moet doen. Pas op, film even. Ja, ja. Stel niet scherp. Hey. We moeten echt niet meer te veel om ons heen kijken, man. Het zijn kleine uitwerpselen. Het lijken ook wel twee verschillende, hè? Of zou die elke keer op dezelfde plek poepen? Is dit van gisteren en dat van een maand geleden of zo? Redelijk vers. Dit is wel wat ouder. Er zijn hier sporen van dieren. Sporen? Ja. Echt? Wat? Wat is dit? Oh, heel. Hè? Huh? Hij kan dit niet eens thuis brengen. Kijk eens, het loopt helemaal vanaf daar. Ja, kijk, zal ik je nog vervelender maken? Hier, twee kruisen hier elkaar. Oh ja, kijk eens. Wat is gekruist hier? Wat is het voor een beestje? Hier zie je wel duidelijkheid. Het lijkt een soort... Ja, het zijn die achterpootjes. Zie je, het loopt deze kant op. Ik word hier wel een beetje zenuwachtig van. Ja. Want het zijn gewoon weer dierensporen. We merkten dat we niet alleen waren deze nacht. Nu we er een oog voor hadden, zagen we overal op de grond kleine spoortjes van diertjes. Het was lastig thuisbrengen van welke dieren deze sporen waren. Spinnen, schorpioenen, slangen, noem het maar op. En op dit moment hoorde ik zelfs wat geratel uit de bosjes. Laat in die bosjes kijken, gek. Dat zijn... Doe voorzichtig, man. Hier loopt ook zo'n spoor, hè? Ja, kijk. Hier komen ze vandaan. Hier lopen die sporen. Zo, kijk hoeveel hier. Hier chillen ze overdag. Pas op, hè. Kijk hoeveel sporen hier. Nou, als jij met je voeten klaar bent. Kijk de hoeveelheid sporen. Ja, ik hoorde hier echt een geratel. Hier, kijk hier. Overal zie ik veel sporen. Mag ik even wat zeggen? Ja. Dit is de vervelendste nacht van de opnames tot nu toe. Ja. Want het is gewoon echt niet leuk. Nee, ik zit ook echt te streken. Ik heb die bel ook echt zo... Stevig vast. Op het punt om een slang door zijn kop te krammen. Maar ja, is dit slim? We zijn nu een beetje kat en muis aan het spelen, maar dat... Dit staat op iedere site, blijf van die plekjes af. Moeten we niet gewoon even die dieren met rust laten en gewoon even voor die boom gaan? Ja, laten we echt even kilometers gaan maken. We bekeken ons kompas en liepen weer door richting het zuiden. Laten we om dit soort bosjes gewoon heen lopen dan. Ja, inderdaad. Kijk hier. Er zijn heel veel bosjes. Hier. Ik denk dat hier het geratel dan ook vandaan kwam. Hier hoeven we echt niet in te klieren. Inderdaad, heel veel bosjes ook. Maar wat eten slangen eigenlijk? Eten die ook dit groen? Nee, die rusten daar vooral uit. Daar is lekker cool. Hier weer die sporen, hè? Ja, je ziet ze overal. Kijk eens. Maar deze staan wat verder uit elkaar. Dit is een ander spoor, ja. Is deze dan wat groter of zo? Hier zie je alle pootjes. En hier in één keer die streep. Zie je die streep hier? Het lijkt alsof het dan eenmaal in het zand is gekropen. Weer een tak waarvan ik dacht dat het een slang was. Hey, we kijken. Wat is er? Bomen. Nou, dit lijkt wel even serieus. Alsof we het dan ook eindelijk gevonden hebben. Prachtig boven de maan. Ja. Oh mijn god. Tom, ik denk dat we in onze handjes mogen klappen. Kijk eens hoe mooi. Oh.
twee bomen waarvan één omgevallen. Maar als die stevig ligt, kunnen we de zijtak, die nu dus omhoog staat, gebruiken als boom naar die andere toe. Ja, dood is het allemaal, maar... Maar ik krijg hem niet omgeduwd, hoor. Daarom. Hij is wel goed dood. Maar het gaat meer om die andere. Ja, maar dat maakt op zich niet zo uit. Deze is hier best handig. Maar daar moeten twee slaapzakken aan. Ja, dat wordt even een kwestie van uitmeten. Misschien boven elkaar. En toen ineens kroop een insect met een snelle vaart onder ons door. Holy shit, ga erachteraan, ga erachteraan. We schrokken ons dood en pakten de camera erbij. En gingen op achtervolgingspad. Wow, yo. Schijn, maak het licht groter. Hoe gaat dat? Aan dat draaidingetje. Dat is een schorpioen, vriend. Ja, dat is een schorpioen. Is het? Ja, 100. Nee, dat is gewoon een vogelspin of zo. Huh? Kijk die voordingen dan. Wow, yo. Hij zit in dit bosje. Pas op, hè. Oké, draai eromheen. Hij loopt achter. Moet hem even mooi in beeld krijgen. Wow, yo. Holy fuck. Waarom stopt hij niet gewoon met rennen? Wow, yo. Ik wil hem even goed zien. Ja, dit is gewoon een schorpioen. Ik zweer het je. Holy shit. Ik heb thuis veel zitten inzoomen en zitten googlen. Maar ik denk dat we er toch zijn achter gekomen. Het dier wat het meest in de buurt komt is deze camel spider. Oftewel een rolspin. Of solifugen. Ze vormen een orde van geleedpotige dieren. Die behoren tot de spinachtigen. De arachnida's. Alle soorten staan bekend als felle jagers. Die het voornamelijk voorzien hebben op insecten en andere ongewervelden. Ze gebruiken hun kaken om prooi te grijpen en te doden. De voorzijde van het lichaam bestaat uit het prosoma, dat een samensmelting is van de oorspronkelijke lichaamsdelen, die de kop en het borststuk vormden. Het prosoma draagt de kaken, de ogen, de poten en de tasters. De achterzijde, de opisthosoma, bevat de organen voor spijsvertering en voortplanting. Het achterlijf draagt geen aanhangsels, wat wel het geval is bij de spinachtigen. Ze kunnen zeer snel rennen tot wel een snelheid van 19 km per uur. Raar ding. Als je, als je in de buurt komt, dan komt hij gewoon op je af, hè? Raar ding. Daar gaat hij. Dat is weer richting de slaapplaats. Ja, dit hoef ik echt niet in mijn slaap te zien. Holy moly, Tom. Een schorpioen of een vogels, wat was dit? Dit was een soort van vogelspinschorpioen, vond ik. Wij lagen net nog op de grond. We hebben allebei even geslapen. Fucking gevaar. Gewoon op de grond. Zag je die voordingen? Die scharen, hoe het heette. We liepen weer terug naar de gevonden bomen. Eenmaal daar besloten we om direct onze hangmatten op te hangen en lekker te gaan slapen. Zo, hè? Ja. We hebben dus aan die dode boom één knoop gelegd. Het touw is alleen te kort, dus we hebben een extra touw vanuit die dode boom. En die knopen we weer aan elkaar vast. En dat moet hopelijk mijn hangmat gaan houden, die dus helemaal in de lucht gaat hangen. En dan gaat Tom hieronder hangen. Zodat we in ieder geval mooi van de grond af liggen. Het was nog best wel een karweitje om alles goed te hangen. De bomen zijn namelijk dood, dus we moesten goed uitkijken met knopen dat we niks braken. De zin om nog meer kilometers te gaan wandelen in het donker was volledig verdwenen. En überhaupt is de kans dat je dan twee bomen die dicht bij elkaar staan vindt, ook niet eens zo heel groot. Yes. Dit houdt hij, hè? Ja, je voeten zijn los. Kijk. Oké. Maar die...
Die krakt, hè? Die hoort het. Ja, en dan ging ik zelfs in mijn broek. Weet je wat ik me nu ineens bedenk? Ja? We zijn die salamander vergeten. Oh nee, die ligt nog daar bij je. Je zei het nog, zijn we nog iets vergeten? Ja. Toen we hebben nog gecheckt op de grond. Fuck. Oh, dat is zonde. Dat had natuurlijk heerlijk eten geweest. Oeh, is wel spannend. Ja, ik hoort overal kraken. Kan wel een beetje scheef. Ah, maar zo kan ik wel slapen hoor. Ja? Zeker. Oké. Oké, kijk eens. We liggen. Wat fijn om eindelijk te liggen. We hebben echt de hele godganse dag gelopen door de woestijn. Vervolgens 's avonds eindelijk een plek gehad. Om er vervolgens achter te komen dat het in de woestijn echt geen goed idee is om op de grond te gaan liggen. Vervolgens hebben we weer een aantal uur gewoon in het donker. Zelfs gewoon na 12 uur nog gelopen. En uiteindelijk liggen we hier dan. We hebben een boom gevonden. Twee bomen. Allebei dood, maar we liggen er. Geen schorpioenen hier in de hangmat. Geen slangen. Geen salamanders. Gewoon even lekker rust. En mag je slapen. Thanks voor het kijken naar deze video. Ik denk dat ik hem hier sowieso kan afsluiten. Doe een duimpje omhoog voor dit avontuur. En ik zou zeggen, tot bij aflevering nummer 3 van Overlevend Wild, woestijn editie. Ik weet niet hoe lang we dit gaan volhouden. Ik hoop dat we het een week gaan volhouden. Maar één ding zeker. Ons water is tot op een paar milliliter bijna op. Morgen moeten we echt vocht gaan regelen. Want anders, ja, hoe gek het ook klinkt, sterven we letterlijk hier in de woestijn. Dat klinkt misschien een beetje overdreven. Maar dat is letterlijk wat er anders gebeurt. We moeten vocht gaan vinden. Welterusten. In de volgende aflevering gaan we op zoek naar manieren om aan vocht te komen. We graven een kuil en onttrekken vocht uit de plantjes en struikjes die we vinden. En daarnaast moeten we uiteindelijk ons eigen zweet gaan drinken. Doe een blauw duimpje omhoog, want bij de 7.500 likes op dit avontuur komt zo snel mogelijk deel 3 online. Abonneer je ook op het kanaal van Tom. Zijn YouTube kanaal staat in de bio. Abonneer je op mijn kanaal en dan zie ik jou bij de volgende aflevering. Dit was Overleven in het Wild, de woestijneditie.